Renault Antwerpen. De auto's van stad. Tranen voor Beerschot bij de jeugdvoetballertjes van de club. Na hun laatste wedstrijd komt het besef dat het helemaal voorbij is hard aan. De scheidsrechter floot af en iedereen zakte direct ineen, want we wisten dat het gedaan was. En deed dat pijn? Het deed heel veel pijn. En waarom? Ja, Beerschot, ja, het is een fantastische club. En ja, het is gedaan. Een paar op hun hukken, een paar op de grond, een paar in mekaars armen. Ook de ouders, bij de ouders vloeide een traantje, bij de trainers. Het was echt een heel geladen wedstrijd, ja. De mama van Lars filmde de laatste wedstrijd. Tegen de Portugese Benfica Lissabon verloor het jonge Beerschot met 3-1. Het laatste doelpunt van de Beerschot-jeugd komt op naam van Quinten Dorissen. De trainers waren na de match trots op de spelers. Maar de jonge dames, dat is nu wel definitief gedaan, want nu zijn jullie echte venten, oké? Vente, onze trainer zegt dat je dat moet verdienen, dus hij noemt ons jonge dames. En nu zijn jullie geen jonge dames meer? Ja, nu zijn wij Vente. De jonge Kielse ratjes eindigen knap zesde. Volgend seizoen speelt Lars bij Waasland Beveren, net als vele andere van zijn vriendjes. Mijn droom is ooit in een goede ploeg terechtkomen en veel geld verdienen met voetballen. Met een achternaam als Koppes kan dat geen probleem zijn.